Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In onze zoektocht naar winkels die al categorie 1 vuur verkopen. Big Bazaar heeft natuurlijk al, althans sommige filialen hebben al, maar dat is allemaal van vorig jaar. De Action heeft nog niet, Aldi heeft nog niet, Lidl heeft nog niet. Dus we moeten echt goed zoeken om een beetje te kunnen stoken. Er komen ook nog andere stookvideo's aan jongens, Polen video's, België shop video's. Maar voor nu gaan we eventjes naar Vuurwerkbunker. Die winkel die zit natuurlijk altijd in de Intratuin. Pijnakker, Zoetermeer en ook meer vestigingen hebben ze. En ik heb gehoord dat ze daar al heel veel hebben. De hele schappen liggen al vol. We staan nu bij de Intratuin van Vuurwerkbunker. Hier was vorig jaar al die stellingen, weet je nog Jordi? Helemaal is dat vroeg. Nou helaas iets anders? Maar ik denk dat we iets te vroeg nog zijn voor de echte blokken en zo. Hopelijk gaat het dit jaar door. Maar er ligt al aardig wat categorie 1 vuurwerk, zoals jullie kunnen zien. Volgens mij ook vonk, hè? Ik zie niks liggen hoor. Oh jawel, kijk. Het ligt een beetje verstopt. Vonken dingetjes. Bengaal voor je, die zagen we ook in Polen. Zo kent ook. Zilberfontanen, die waren ook wel goed. Maar helaas geen lucht. Dit zijn nieuwe doosjes trouwens, Geus. Ja? Kijk, dit is de oude. Oh ja. Nee, maar dit is die mix. Ja, weet ik. Maar kijk. Lijp. Nou, we gaan zeker even wat inslaan. Dit zwaard is voor Desley. Speciaal voor jou. Wat hebben we nog meer? Hé, hey, kijk deze. Ken jij deze? Deze ken ik niet, man. Een soort vlinders. Oh, dit. En wat je hier ook hebt liggen, jongens, zijn de Taikonauts. Vorig jaar hadden we die volgens mij niet. Deze kwamen pas aan het eind van het jaar. Maar de Taikonauts vind ik echt een heel mooi design hebben. En hier ligt trouwens ook een vlinder. Is dat ook vroeger? Ja, die hebben we ook gehad, man. Die hadden wij vorig jaar. Stelt niet zoveel voor. Nee, alleen maar wat lichtgevende dingen. Maar deze gaan we wel halen. Deze ken ik ook niet, hoor. Konik Box. Dat lijkt een beetje die van de Aldi, hè? Ja, echt, de kleintjes. Als dat rust, dan zijn ze wel goed in ieder geval. Ja, mooi. Maar de Taikonaut wil ik. Die gaat ook even hier zo. Zo jammer dat hier dus nog niks staat. Maar goed, we zijn iets te vroeg. Het is pas oktober. Ja, Jordi heeft even Bermuda's gevonden uit België. Ja. Moet je kijken, jongens. Eerlijk, lijkt dit niet op echt gewoon Bermuda's van... Gewoon een tip, jongens. Haal ze in België en doe ze hierin. Nou, wat gaan we nog meer halen dan? Zie jij er nog wat leuks bij zitten? Even kijken hoor. Nee, deze nemen we er wel bij. Hoppa. Oh, die heb je wel. Ze zijn gewoon nog pakken van deze niet. Ja, is goed man. Altijd lachen. Knetterballen. Ja, in die... Moet je eruit zien? Nee. Ja, maar... Jammer. Het is echt slecht man, sinds dat plastic eraf is. Ja, je ziet wel inderdaad terugkomen jongens dat... Het plastic niet meer mag, of in ieder geval dat ze het niet meer doen. Want je ziet overal karton. Dus daardoor ook nieuwe verpakkingen. Maar dit is volgens mij een soort van eco-plastic of zo dan. En deze luchthuilers, die laat ik liever liggen. Ik ga toch liever voor de. Ja, die andere. Vonken luchthuilers. Ja, ja. Ja, maar. En dit ziet er ook wel leuk uit trouwens. Ik weet niet wat dit is. Lijkt net Thunder Kings gek. Die erbij doen? Ja, is goed. Crackling shot. Stellen ook niet zo heel veel voorstellen, maar we zullen zien. Dit is wel een mooi begin, man. Ik bedoel van, heel veel winkels beginnen nu een beetje met kat 1, maar echt, hoeveel hier nu al ligt? Ik denk dat volgende maand een beetje, of anderhalve maand, dat het dan een beetje wordt volgezet met de showroom. Er zit trouwens de vestiging in Pijnakker. Je hebt ze ook in Zoetermeer, de Intratuin. Vuurwerkbunker is dus die winkel in de Intratuin. En hier hebben ze dit al liggen. En ik denk dat altijd als wij een video online zetten, dan gaan mensen hier massaal naartoe en dan zijn heel deze schappen weg. Dus mocht je nog wat willen, het spul van wat hier nu staat, zou ik zeker even gaan. Want volgens mij over 2-3 weken komt het volgende binnen bij ze. Waaronder de Vonken luchthuilers en zo worden we. Want die mis ik wel nu, man. Toch? Ja, echt hè. Die luchthuilers die mis ik. Oh, kijk, ze hebben hier ook van die pakketjes. Oh, zo klein trouwens. Oh ja, van de Big Bazaar leken ze. Ja, echt hè. Gaan we even afrekenen, jongens. En dan gaan we terug naar locatie. Even afsteken. We hebben dit even gehaald om even voor jullie op te stoken. Leuke spulletjes. Ja, deze ben ik het meest benieuwd naar. Ik ken deze eerlijk gezegd alle twee niet. Ik weet niet of ze nieuw zijn, maar... Klopt. Ik persoonlijk heb ze nog nooit gehad. Maar die Taikonaut... Die... Is al heel mooi gedaan, hè, trouwens. Ja, echt zo'n astronauten-idee, man. Zo'n oldschool, weet je. Ja, astronaut.
Het lijkt net op nitraat, of niet? Ja. Kijk eens hoe ze dicht zijn gemaakt. Hier komt de politie. Wat hebben jullie, jongens? Heb je een vuurtje? Ja, mooi. Kijk, jongens, en we hebben ook deze natuurlijk. We hadden volgens mij de winkel ook al laten zien. Maar kijk, als je hier vroeger mee liep, zo. Ja. Dan was je echt een lul, jongen. Heb je die aansteker? Meegooien, want het wordt kouder, hè? Het is oktober. Het is best hard ook, ouwe. Zo. Wow, yo. Hey, dat is... Ik ben benieuwd hoe deze gaat, man. Kijk, die kat 1 nitraten. Kan ook wel netjes. Nee, deze zijn echt leuk. Deze zijn echt leuk. Die zijn echt hard, jongen. Hier, kijk. Fuck. Die zijn echt leuk. Hier, steek aan. Hou die torch erbij. Dat is geen kat 1, toch? Het is wel een goede crackling, man. Dat is nou echt de crackling die niet meer in die cracklingbal zit. Deze. What the fuck? Alleen deze. Bermudas blijven ook gewoon heel, hè? Hey. Zei je? De Bermudas blijven ook gewoon heel. Ja, man. Behalve als er echt fles in zit. Ja, joh. Zo! Zijn wel harde knetters, man. Mooi. Even kijken. Zijn het vlinders? Ja, het lijken echt vlinders, ja. Ik had 1 vlinders. Oh, met kleurtjes, man. Hebben kleurtjes. Ja, film die kant op. Ik film die kant op. Ja, doe deze er ook bij. Zo. Doe deze er ook bij. Voor dit allemaal, jongens, hebben we €35 betaald. Maar we komen er wel achter dat het wel goed kwaliteit kat 1 is, dit. Het is niet zomaar wat. Zeker wel. Die zijn niet zo goed, man. Nee, man, die zijn niet zo goed. Ja, wat is dat? Je gooit het weg alsof het niks is. Kijk. Deze dingen. Konik box. Als ze zo goed zijn als de Aldi, dan betekent dat heel veel goeds. Alle 3 tegelijk. Prachtig. Ja, echt, hè? Dan stelt het niet zoveel voor. Niet dus. Dit zijn toch wel mijn favoriete eigenlijk. Ja, die Funke Bengal Foyer, die zijn echt heel erg goed. Wel wat duurder, €7 voor een pakje hier. Oh, kijk, ze zitten wel... blijven echt mooie dingen, man. Klopt. Lijken echt crazy robots altijd. Ja, man. Deze wel, ja. Dat kan ook een klein lukje. Zo. Niet te ver, man. Zonde. Wat een wind, joh. Hey, deze kan je gewoon als stadionfakkels gebruiken, gek. We hebben even een bus vol met shells besteld. Crackling shots. Gillers. Ja, maar als je een beetje... Zo. Nou, best hard, dit is uit. Mooi. Deze Konik box doen heel weinig. Ga je nu zien. Nou, dus het is geen aanrader om deze te halen. Hij geeft eigenlijk enkel van dit soort kleurtjes af. En volgens mij waren ze nog duur ook, hè? Even een klein hexakeentje. Ziet er lijp uit, kijk.
Ja jongens, dat was de video weer voor vandaag. Binnenkort gaan er natuurlijk veel meer winkels ook verkopen. We wachten allemaal nog op de action en voor je het weet is dat december en dan begint meestal de Aldi en de Lidl ook. Maar deze winkel, Vuurwerkbunker, is wel een aanrader op sommige dingen. Ik zou die Konicbox laten staan. Bermuda's, die zijn wel goed. En binnenkort gaan ze natuurlijk met luchthuilers beginnen weer van Funke. Laat een like achter op deze video jongens, als jullie het leuk vonden. Volgende week staat er waarschijnlijk weer een stookvideo uit België online. En zie ik jullie weer bij die video. Thank you.